We zijn aangekomen bij de persconferentie van Ring Fight Promotions in Eindhoven. Hier gaat het zometeen plaatsvinden, de persconferentie. Die jongens gaan wat trash talken hier en daar. Dus ik ben benieuwd, wat gaan deze heren nou zeggen? En natuurlijk de stare-downs. Nou, mocht je de 24e er nou bij zijn, koop je tickets hier en wees erbij. Ciao. Ik ga denk ik links beginnen bij Morin. Jij vroeg lang om een title shot. Wanneer gaat die komen? Als ik deze win, is het een contender fight. Als ik deze win, vecht ik voor titel. Deze man gaat zo zonde. Gaat je gewoon KO staan, zegt hij. Wat gaan we zien? Mijn shirtje spreekt al boekdelen. Hij noemt Snyder de Black Ghost en ik ben een Ghostbuster. Dus. Dat gaan we doen als je de room hebt. Ruus, dankjewel. Man. Je gaat het wel zien, je gaat het wel zien. Eigenlijk kon je het ook in België doen. Maar toen wou je liever Kadoori tegen hem hebben. Ja, maar we zijn nu in Eindhoven. En toen Kadoori ook tegen hem stond, mij gunde je nooit die titelpartij? Nee, nooit. Want eindstand Kadoori stond tegen hem, terwijl ik was gewoon nummer 1. Uiteindelijk moesten ze tegen elkaar, hij heeft een blessure opgelopen. Waardoor ik erin mocht. Ja, uiteindelijk word ik opengehaald met de spinning backfist. Ik weet niet welke jury daar was, ik weet niet of jij daar was, Glenn. Maar die partij hoorde gewoon een no contest te worden, weet je. Ik krijg een spinning backfist en ik krijg zo'n wond. Het is geen handschoen die dat had gedaan. Weet je, dan hoor je gewoon een no contest te doen. Begrijp je, ik zit hier niet... Het maakt niet uit welke bond. Elke bond moet gewoon professioneel en goed te werk gaan. Als je ziet dat je spinning, ga je camera, ga je far doen of zo, man. Niet, wat is dat voor bullshit? Uiteindelijk verlies ik die partij, moet ik naar huis, denk ik dat ik nog ga vechten of zo. Ik heb helemaal geen zin meer om te vechten. Het is nu dat die titel weer komt en dat ik weer ga vechten. Ja. Je gaat iemands huis betreden. Wat vond je van zijn uitspraak? Ik denk dat de ring eerder mijn huis is dan die van hem. Dus. Vind jij hem de beste? Vind ik hem de beste. Ik vind hem goed. Het ligt aan hem. Als hij 5 rondes kan volhouden voor de 5 rondes, anders gaat hij eerder moeten opgeven. Zei je, de ring is jouw thuis. En de mensen die in jouw thuis komen, die moeten worden afgestraft. Nou, hij zegt dat de ring zijn thuis is. Dus, Ja. De ring zijn thuis misschien, ja. Maar 24 september, de ring is gewoon mijn huis en ik ben gewoon de baas in mijn huis. Ja, je zei ook toen ik bij je kwam, zei van hij mag op de foto met de belt, als na de wedstrijd. Ja, zeker. Dan mag hij wel op de foto met de belt. Ik geef hem een cadeautje als hij wil. Maar die partij moet ik gewoon winnen. Aha, komt in de vraag. 2017 2018 waren er 2 jongens. Allebei aan deze tafel zitten. Ze zouden eigenlijk tegen elkaar gaan vechten. Tenminste, er waren geruchten. Ze wilden tegen elkaar vechten. Dus meneer Amukadam tegen meneer Smiley. Wanneer kunnen we deze partij verwachten? Wanneer kunnen we die partij verwachten? Ik heb 24 september de Rotterdonk voor de titel. En nadat ik Daryl een paar slagen heb gegeven, is het even kijken of Mokadam het tijd wel waard is. Wat ga ik jou zeggen? Kijk, die jongens gaan het uitvechten voor die titel en dan moeten ze bij ondergaan die mannen. Kijk, dat ik één keer voor die titel heb gevochten, ja, dat klopt. Ik heb verloren van iemand die nou bij ONE FC zit. Okay. Maar ook die laatste partij bij ik die Belgische amateur, wat was dat? Je spreekt 3 keer je bitje, dat is stress. Het is geen extra microfoon. Wat was dat, man? Even serieus. Bro, als je zo tegen mij gaat vechten, broer, blijf thuis.
Gaan jullie allemaal vertellen wat het verschil is tussen mij en zo'n vechter als Khalid Mukaddam? En dat is dat ik win ook mijn slechte partijen. Het was een slechte partij tegen die Belg, maar ik win hem. Snap je? Dat is het verschil tussen mij en zulke... Ja. Zulke vechters als Mukaddam. Jongens, we merken dat het een redelijke beladen pot zou kunnen zijn. Nou goed, Saïd, wacht. Die mensen hoeven niet veel te praten, kunnen ook mee naar parkeerplaats zo meteen, hè? We hoeven niet te lang wachten en zo, snap je? Wij doen het gewoon sportief op het evenement. Gangster! Als het aan ons ligt, wij kijken... Gangster! Als het aan ons ligt, 24 september, gaan we kijken wat deze jongens in de ring gaan doen. En als het waard is, dan mogen ze van Ringfight Promotions beide een aanbieding verwachten. Dank jullie wel. Oké, super. Wat vind je van Smiley? Goede vechter, intelligente jongen. 24 september. Wat kunnen we 24 september verwachten van jou? Een knalpartij. Smiley, hoe gaat het met jou? Het gaat super, super. Ik voel me super goed. Wat vond jij van Daryl's uitspraak in de trailer? Lief. Ja, meer heb ik er niet op te zeggen. Het is gewoon super lief. Het is een lieve jongen. Maar wat gaan we 24 september zien van jou tegen deze lieve jongen? Vuurwerk, man. Knallen. Ik ben... Het is een titelgevecht, 5 rondes, maar ik ben niet van plan om het rustig aan te doen. Vanaf de eerste ronde gewoon vol gas. Dus 24 september? 24 september. Aan mijn handen de lucht in. Oes. Tim Ashraf. Wat voor vechter vind jij? Wat vond jij van zijn gevechten de afgelopen tijd? Zoals ik zei, ik vond het niet tegen wie hij heeft gestaan. Enkel tegen Sirik. Maar ik vond dat Sirik zelfs dom heeft gevochten tegen hem. En dan heeft het zelfs nog moeilijk gemaakt tegen hem. Dus ja. Dus wat gaan we verwachten 24 september van jou? Een knalwedstrijd. Garandeer. Dankjewel, man. Oes. Uitspraken gedaan dat je alleen tegen pannenkoek hebt gevochten, et cetera. Wat vind jij daarvan? Ik vecht tegen iedereen. Die jongens tegen wie ik heb gevochten, het waren geen pannenkoek. Ik heb het gewoon minder laten lijken. Het is gewoon de niveauverschil. En dat gaat hij de 24ste ook merken. Oes. Je zei dat hij de tweede ronde niet gaat halen. Ben je er nog steeds zeker van? Nog steeds. Hij gaat die 5 rondes met mij redden. 24 september is mijn dag. Ik blijf weer op kampioen. Je bent de beest! Hoe gedreven ben je om die titel in het Oude Westen te houden? Tuurlijk, we trainen elke dag, dag in dag uit. We trainen hard om die titel bij ons te houden. En dat is wat 24ste gaat gebeuren. Dus de titel gaat gewoon weer mee terug naar jou? 100%. Iedereen die tegen mij wil vechten, die mag komen. Ik sta ready voor iedereen. Maar tegen wie zou je graag willen vechten? Mij maakt dat echt niet uit. Ik ben niet iemand die gaat uitkiezen. Ik word tegen jou of ze mogen komen. Ik ben de kampioen. Je moet er komen, ik niet. Hij kan zeggen wat hij wil. Maar toch, ik kom 24ste voor die titel. Hij mag zeggen dat ik de tweede ronde neerga. Ik denk eerder dat hij zelf neer gaat. Okay. Ik ben ready voor 5 rondes. Dus Ik heb een vraag voor Tushessi. Je bent natuurlijk de kampioen bij Infusion. Nou ja, ik denk dat de beste tegenstander bij Glory voor jou Hamisha zal zijn. Zou dat een leuke partij zijn? Ja, tuurlijk. Waarom niet? Ik dans voor iemand terug. Als die partij tegen Hamisha komt, dan komt die. Ik ga voor iemand uit de weg. Dus misschien een leuke partij voor Glory Rivals 3. Tuurlijk, zou een hele leuke partij zijn. Ik denk ook dat er veel mensen erop af zullen komen. Wat zou jij met Hamisha dan doen? Hetzelfde wat met Bolotti gaat gebeuren. Naar de canvas. Dankjewel, man. Tom. Yes.
Oké. Okay. Hey, nou ja, goed, ik kijk nog even naar jullie. Hè. Ik kijk naar jullie en. Jij hebt een vraag? Oké. Okay. Ik heb een vraag. Kerry! Dankjewel. Vraag voor Balotti. Hoeveel ronden scheidt Golau 24 september? Hey! 10 seconden! Hij zegt hij mijn tweede ronde gaat neerhalen. Als hij zo zelfzeker is, waarom haalt hij mijn eerste ronde niet neer? Bro, ik kan je één ding zeggen, je gaat 5 rondes voeren. Ga je 5 rondes pijn doen. Ga je 5 rondes pijn doen, man. 24 september. Ga zien, bro. Ga zien. Je hebt geluk dat jouw trainer deze gala opent. Dan zou je dus voor de titel vechten. Hey, Van Engelen, jij gaf eigenlijk aan, kijk, hier staat dus Chroma, hè? Die volgens mij heeft die laatste partij allemaal gewonnen, wat ik zo nog weet. Jij op je t-shirt staat dat jij de Ghostbuster bent, hè? Dat is natuurlijk mooi, maar dat is maar een t-shirt, hè? Hoe ga je dat allemaal aanpakken? We zijn heel hard aan het trainen. Ik ben middag ready en na deze krijg ik ook inderdaad, als ik win, de titelshot. En daar gaan we ook vanuit. Ik ga de titelshot pakken en daarna gaan we verder zien. Dus, ik ben er klaar voor. Iedereen van mijn gewicht wil ik tegenvechten. Dus, Oké, okay, dat is top. Hé, hey, Chroma, kijk, jij hoort natuurlijk ja, zo'n t-shirt en hij is vastberaden. Maar ja, hoe komt dat bij jou over? Staat hij Ik denk dat hij het vechtsport gewoon hier in de ring. Hij ziet het als een spel. Ik zie het niet als een spel. Dit is werk. Dit is voor mannen. Dit is niet voor kinderen. Jij komt hier als ghost. Dan komt hij met een t-shirt van Ghostbusters. Hey. Hey. Dit is al heel kinderachtig. En ik laat er wel zien wat een echte man gaat doen. Weet je toch? Ik ben al 3-4 jaar overslagen. Misschien denk ik, laat me zeggen, misschien heel deze zaal. 3-4 gaan we misschien kennen. Maar als jullie mij niet kennen, jullie gaan me die dag wel kennen. Deze man, laat me zeggen, voor veel mensen die me zeg maar, uitdagen. Ik hou van bloed, ik wil bloed zien. Ik hou van bloed. Ik ga je vermoorden. Ik slacht je halal, boela. Boela, pas op. Je moet echt oppassen. Ik zeg heel eerlijk. Boela, pas op. Je bent klaar, jongen. Kom maar op. Je bent niet klaar. Je weet niet tegen wie je staat. Je weet niet tegen wie je staat. Kom maar op. Oké, jongens. Nou, dat belooft in ieder geval genoeg, hè. Kom maar, Van Engelen. Ja, ik kan niet wachten. En naar nogmaals de stare down. En ik vraag naar voren Andres van Engelen en Moni Chroma. Als tweede wil ik naar voren vragen Rygel Vogelenzang en Tariq Liashat. Als derde wil ik naar voren vragen Khalid El Moukaddam. Als vierde wil ik naar voren vragen Hamza Sushi en Denis Demirkapo. Als vijfde wil ik naar voren vragen, Younes Smiley en Daryl Verdonk. Even naar mij, jongens. Even naar mij.
Well, dan, jawel, dames en heren, last but not least, Soufiane El Balouti en Mohamed Touchachi. Dankjewel, dames en heren. Dat waren ze dan 24 september aanstaande. Dat hebben we zelf gezien. We gaan genieten allemaal daar zo in Eindhoven. Ring 5 Promotions, jongens, in de samenwerking met M-Fusion. Zorg dat u ingelogd bent. Zorg dat u ingetuned bent. Op wat voor manier dan ook. Zorg dat u de entreekaarten bemachtigt die u nodig heeft om daar binnen te komen. En nogmaals, sportiviteit. Sportiviteit, dat is waar alles om draait. We zien elkaar terug op 24 september aanstaande in Eindhoven. Tot dan. Hamza, hoe gaat het met je? Het gaat goed, alhamdulillah, man. Ja, man. Je hebt net die persconferentie gehad. Wat vond je ervan? Spanning zit er nu echt goed in. Maar het was even nodig. Even mogen we tegenstander goed in de ogen aankijken. Je weet toch, even laten zien dat het geen grapje meer is. En ja, nog 2 weken. Ja, want wij hebben natuurlijk elkaar eerder gesproken in de trailer en dat soort dingen. Je zei ook van, hij gaat van een koude kermis thuiskomen. Hij is wel zelfverzekerd dat hij gaat winnen. Ja, maar ik ben nog meer zelfverzekerd. Dus hij mag zelfverzekerd zijn. Maar ik heb dit vaak meegemaakt. Ik heb zo vaak de ring ingestaan. En geloof me, met de rondes door ga je die zelfverzekerheid zien afbouwen, weet je. En na een tijdje gaat hij het wel doorhebben van, dit wordt hem niet. Khalid, persconferentie net gehad. Wat vond je ervan? Ja, was gezellig. Zoals je zag ben ik nog steeds een aantrekkelijke vechter. Ondanks dat ik er 2,5 jaar uit ben geweest. Veel vragen gingen over mij, veel interesse. Dus dat betekent dat ik het goed heb gedaan. Ja, het was vooral wat mij opviel, is de chemie tussen jou en Smiley. Jij ziet de partij wel zitten tegen hem, hij niet echt? Jawel, hij denkt ook wel, maar kijk, Smiley is een tegenstander die mij ligt. Zijn vechtstijl ligt mij. En iedereen die komt om te knokken heb ik van gewonnen binnen Infusion. Als je je huiswerk doet, kan je dat gewoon even nachecken. Dus iedereen die komt om te knokken heb ik van gewonnen en zijn stijl is dat ook. Dus hij gaat ze dan ook gewoon krijgen, ja. Ja, Moetje, je hebt net de persconferentie gehad. Wat vond je ervan? Ja, het is leuk alleen voor de reclame, is dat toch? Hoort erbij. En als ik er moet zijn, dan ben ik er gewoon en dan doe ik mijn zachie. Dus, maar 24 september gaat er niet gepraat worden. Dan gaat er gevochten worden. Vond je Soufiane klinken? Ja, dat was gewoon rustig. Niks bijzonders. Ik kan niet wachten op 24 september. Jouw tegenstander van Engelen probeerde een beetje jou uit te dagen met zijn t-shirt en zo, maar hij was er niet echt onder de indruk van, hè? Ik ben sowieso niet onder de indruk, want ik ben ik. Ik ben heel anders tegenover hem. Hij heeft misschien al gestaan tegen Tavares en zo, maar Tavares was degene die geen antwoord op mij heeft gegeven. Toen Aziz mij vroeg van, ja, weet je Tavares vechten? Ah, hij heeft geen antwoord. Ik zeg sowieso ja, zou je even doen? Ik vecht tegen iedereen. Als ze nu zegt tegen mij van ja, morgen Rico Verhoeven wil volgende week tegen jou vechten. Ik zeg gelijk ja, ik ben daar. Ik ben 100% daar. Ik ben niet bang van die man. Ja. Ik ben van vlees en bloed, hij ook. Ja. Maar hier in mijn hoofd ben ik sterker dan iedereen. Dat 24 september, wat gaan wij zien? K.O.? Hij vraagt erom. Hij vraagt volgens mij wel. Hij vraagt erom, dus ik denk wel dat hij het gaat krijgen. Ja, gaat het krijgen. Dit was de persconferentie van Ring Fight Promotions in Eindhoven. 24 september, dames en heren. Spektakel. Je hebt het gehoord. Heftige uitspraken. Ik ben benieuwd of ze het waar gaan maken. Dus wees erbij 24 september. Koop je kaartje in de link in bio. En ik ben er ook bij natuurlijk. Heel Global Fight Center is erbij. North Vision is erbij. Mark is erbij. Iedereen is erbij. Dus wees daar. Ciao.